beste wijnenthousiaste vrienden. Als er toch een wijn is of één wijn is die niet mocht ontbreken op onze lijst of in ons aanbod, dan is het een wijn van Bourgogne. En vooral een Chardonnay van Bourgogne. Nu, wij zijn op zoek gegaan naar een Chardonnay van de Bourgondische streek en dit was heel moeilijk. Waarom heel moeilijk? Omdat de wijnen die we geproefd hebben, en ik kan zeggen we hebben er misschien 100 geproefd, waren veel te zuur of veel te lactisch. Lactisch, een beetje melksmaak en zo. En hebben we gezegd, we gaan geen goede wijn vinden, maar toch, uiteindelijk hebben we iets gevonden dat zeer goed is. Een Chardonnay van het domein Girardin, Jacques Girardin. Het is een wijn van Saint-Tenay. Nu, de Bourgogne is een heel uitgebreid gebied. Dat start van de Chablis-streek, gaat dan op in de Côte d'Or. Côte d'Or is dan nog opgedeeld in Côte de Nuit en Côte de Beaune. Dan heb je nog de Côte Chalonnaise, heb je nog de Mâconnais enzovoort. Deze wijn komt van de Côte d'Or, dus eigenlijk het hart van de Bourgogne-streek. En die zit in het onderste deel van de Côte d'Or en dat is de Côte de Beaune. Nu, Saint-Tenay is gelegen naast het al bekende Chassagne-Montrachet. Nu, deze wijn van Jacques Girardin en Valérie Girardin, die wordt gemaakt samen met hun zoon Justin, is een wijn die specifiek komt van een klimaat, een afgebakend terroir of gebied dat vooral bestaat uit mergel. Mergel is een combinatie van klei en kalk en die is eigenlijk zeer goed voor volle krachtige wijnen te maken. Nu, deze wijn is van 2012. Nu, 2012 is een jaar van klimatologische tegenstellingen. Oftewel te veel regen, oftewel te veel zon of te weinig zon. Of weer de kunde van de wijnmaker om een mooi product te brengen. En ik denk te mogen stellen dat de familie Girardin daar zeer goed in geslaagd is. Deze wijn is geplukt geweest op 21 september. Hebben ze een manuele pluk gedaan en ook zeer selectief te werk gegaan. Dan hebben ze de wijn heel zachtjes geperst en is de alcoholische gisting opgestart in inoxvaten. Terwijl dat de alcoholische gisting aan het gaan was, hebben ze de wijn overgepompt in kleine barriques, in vatjes van 228 liter, waar dat dan verder de alcoholische gisting is afgewerkt. Ondertussen hebben ze batonnage gedaan. Batonnage is eigenlijk heel simpel. Je hebt die gistcellen die onderaan in die barrique liggen. Ze hebben gewoon met een stok die gistcellen zitten omroeren, zodanig dat je in de wijn meer complexiteit verkrijgt. Goed, genoeg gebabbeld. Ik denk dat het tijd is voor te proeven. Je kan al zien in het glas, daar heb je die romigheid zit al in het glas. Je hebt een goudgele kleur. Je hebt vettige tranen. En de neus is typisch een Bourgogne-wijn, een mooie witte Bourgogne-wijn. Je hebt dat rijpfruit van appel en peer. Die toasty toets, je hebt een beetje die amandelen, een beetje die hazelnoten die daarin in voorkomt. Zeer mooie, zeer, zeer mooie neus. Oh, dat is een neus waar ik van houd. Vooral ik hou van de toasty gedeelten in de neus. Mag niet te veel zijn, maar hier is het mooi geïntegreerd. Ah, zeer romig in de mond, zeer complex in de mond. Vooral dat wit steenfruit dat naar voren komt. Maar dan heb je dan die lekkere vanillé, dat mokka, dat is van het vat dat komt, die smaken. En dan heb je ook een beetje, laten we zeggen, de mineraliteit van de kalk die ook in de wijn zit. Zeer mooi gemaakt, zeer lange afdronk, zeer complexe wijn. Nu, drink deze jongen niet met een boterham met confituur alstublieft. Drink deze jongen met een mooie maaltijd. Dat mag vis zijn met romige sausen. Kan geen kwaad. Of dat kan zelfs wit vlees zijn. Kalfsvlees, kip en zo verder. Ook met romige sausen. Die wijn kan dat perfect aan. Nu, 2012, dat is nog jong voor een dergelijke wijn. Eigenlijk is een wijn die toch, eigenlijk zou je dat 2-3 jaar kunnen laten liggen. En dan ga je nog meer complexiteit in die wijn hebben. En nog meer vettigheid in de mond. En nog meer mokka in de mond. Nu, ik raad deze wijn aan. Drink hem nu, drink hem binnen 2-3 jaar en gaat altijd perfect zijn.
Hetgeen mooi is aan deze wijn, hij heeft ook een houden medaille gehaald. We wisten het niet, we hebben hem gekocht en dan achteraf heeft ze pas die medaille gehaald. Of heeft de wijnboer de medaille gehaald in de Bourgogne, Concours de Bourgogne. Een houden medaille. Proficiat, familie Girardin. Proost! I gotta say.